aan de Kouwenhoekse weg ligt sinds een paar dagen, misschien voor een heleboel mensen te zien, een ontzettende puinhoop, zou je zeggen. Kijk maar eens even wat hier ligt. Normaal ligt er allerlei werkmaterieel voor de straten, maar sinds kort ligt dit er dus. Maar, dan zou je zeggen, wat een puinhoop. Dat is namelijk voor een goed doel. En er zijn hier mensen bezig namens de gemeente om hier wat mee te doen. En dat gaan we zo eens even bespreken met iemand die daar alles van weet. Kijk, hier ligt een heleboel rotzooi. En wat is dat nu eigenlijk? Dat is het afval van de kapellenaar. En hier zijn dus wat stevige kerels bezig om daar goed mee te doen. En u ziet allemaal van die afvalcontainers. En al die containers die hebben een titel. En het houdt eigenlijk allemaal verband met het gescheiden afval. En Erik hier, die weet alles ervan. Kun je even uitleggen, terwijl we gewoon even naar die bakken kijken, wat jullie hier aan doen zijn? Nou, we scheiden het afval wat binnenkomt van die hoopjes die we net gezien hebben. En dat verdelen we naar GFT, papier en karton, plastic, overig afval, drankkartons enzovoort, glas. En de bedoeling is om te kijken hoeveel bruikbare stoffen nog in het restafval zitten. En op basis daarvan kunnen we kijken wat mensen hadden moeten scheiden. Maar ook wat het de gemeente oplevert als het gescheiden is. Want elk afvalstof die gescheiden is, levert geld op. En zo krijgen we een beetje inzicht in van hoeveel gescheiden afval nog in het restafval zit. Maar dit zat dus gewoon in de vuilniszakken die aangeboden worden door de kapellenaar? Ja, die komt, al dat afval komt uit ondergrondse containers, inpandige containers en uit mini-containers. Ja. Restafval. Jullie hebben per wijk hebben jullie eigenlijk een soort proef genomen? We hebben per wijk hebben we een steekproef genomen en die komt dan hier binnen. Dat zijn al die hoopjes. Eigenlijk vanuit elke wijk komt een steekproef en daar halen wij 250 kilo uit en die gaan we uitsorteren. Ja, en dat doen jullie eigenlijk voor het milieu, hè? Want het heeft gewoon een goed doel. En om de kapellenaar misschien wat bewuster te maken van hoe ze het nog beter kunnen scheiden. Want zullen we eens even naar die plastic bak lopen? Want dit zat dus allemaal aan plastic nog. Hij is inmiddels helemaal vol. Ja, deze wordt eigenlijk dan hier. Maar dit is allemaal plastic. Ja. En dat is van dat soort producten. Eigenlijk flesjes, verpakkingen, van alles eigenlijk. En dat is wat we dus op de woensdag hier in Capelle en ook papier, gescheiden kunnen doen. Dat papier. Heel goed. Dat zijn heel erg veel kartonverpakkingen, kranten, van alles en nog iets. Ook kleine doosjes, wat mensen eigenlijk gewoon in de restafval... GFT? Ja, GFT. Dat is bijvoorbeeld, komt hooi, stro. Dat mag ook gewoon in de restafval. Ja, dat ligt allemaal in het, GFT bedoel ik. Ja. Maar goed, niet iedereen is kan scheiden, nee. GFT scheiden. Maar goed, uiteindelijk gaan jullie dus... Maar jullie gaan rapporteren uiteindelijk aan de gemeente, die neemt dit waar. Ja. En dan was er nog iets met een ministerie wat je vertelde, die daar op uit is. Ja, in Nederland moet elke gemeente in 2020 75% afval gescheiden hebben. Dat is de doelstelling van het Rijk en elke gemeente. Die behoort daar aan te werken om dat ook voor elkaar te krijgen. Ja. En voor een gemeente is dit gewoon heel belangrijk, omdat ze op basis daarvan kunnen zien van hoe staan we ervoor. Okay. En waar is nog winst te behalen? En jullie zijn dus met 5 man bezig? Ja. Sinds, het is nu vrijdag sinds, tegen de middag? Ja, 3 dagen doen we er ongeveer over. Ja, ja. En nu vrijdagavond is het weg? Vrijdagavond is het weg. Ja, fantastisch. Dus nu eigenlijk hartstikke goed werk. Ja, ik vind van wel. Ik vind afval belangrijk. Maar de kapellenaar mag wel beter sorteren? Ja, kapellenaars mogen wat beter sorteren. Ik denk, GFT kunnen ze niet overal scheiden. Maar vooral drankenkartons, nieuwe fracties, PMD en dergelijke. Hier heb je niet zoveel. Nee, maar kijk eens even wat er ligt. Nou ja, goed, dat zijn nog niet de grote hoeveelheden. Een beetje luiheid. Ik denk het gemak. Ja. Het gemak is het een beetje. Ja, dat is ook een woord voor lui. Hetzelfde. Met afval dan, hè? Ja. Oké, dankjewel. Oké, graag gedaan.